Hey, we zijn hier in Oostende voor de voorrondes van Kunstbende. En we gaan op zoek naar een antwoord op de vraag die de mensheid al eeuwen parten speelt. Wat is kunst nu eigenlijk? Kunst is voor mij iets dat je in je hoofd opneemt, iets dat je in je hoofd opneemt, denkbeeldig en kan uitwerken, visueel kan uitwerken tot de gemeenschap eigenlijk. Kunst is voor mij een soort van uitlaatklep. Allee, dat is ook persoonlijk, vind ik. Je kunt daar zelf je emoties in leggen of je kunt daar ook iets mee, een boodschap willen brengen naar andere mensen. Alles kan kunst zijn, zolang dat het maar iets teweeg brengt bij iedere laag van de bevolking. Bij mensen die met kunst bezig zijn, maar ook mensen die er niets mee te maken hebben. Die gewoon, ja, kunst moet bij iedereen iets kunnen teweeg brengen. En als je echt de vinger op de zere plek kan leggen, vind ik dat je echt kunst maakt. Kunst is zo relatief. Ik vind dat dat eigenlijk ja, de hele wereld is. Alles is eigenlijk kunst. Alles is geen kunst en wel kunst. Eigenlijk, vanaf dat één persoon vindt dat het kunst is, is het kunst. Kunst is iets waar ik echt mijn tijd in ga steken en waar ik ja, mijn plezier echt in vind. Dus ik kan er echt blijven doen. Ik denk dat ik daar nog lang mee zou kunnen bezig zijn. Kunst is voor mij de hedendaagse dingen dat je kan uitbeelden in dans. Dus bijvoorbeeld mijn agressie en zo mijn bijvoorbeeld zelfs liefde kan je tonen in dans. Voor mij is kunst je uitleven op je eigen unieke manier. En mensen kunnen uit hun lui zetel sleuren en shockeren en ja, uitleven. Ik denk dat iets kunst is vanaf dat het mensen aanzet tot denken. Dus als je iets ziet en je... Iets dat je denkt van niet specifiek mooi of lelijk, maar al vanaf dat je daarbij na begint te denken, denk ik dat dat kunst is.